Hallo allemaal en leuk dat je kijkt naar weer een gloednieuwe vlog van mij hier op het Ultrex, de enige echte natuurlijk. Nou, het is eigenlijk niet zo'n beste week is het. Ik had nog wel problemen had ik. En soms denk je wel eens eventjes, soms gaan de dingen wel eens eventjes niet zoals je wilt. Ik heb toch wel een beetje aanleg ervoor. Ik ben al snel emotioneel en snel dat ik nog wel problemen heb. Dat ik me eigenlijk te druk maak over dingen en zo. Soms zijn het nog wel eens dingen, of meestal zijn het nog wel eens dingen. Dan blijkt het allemaal niet zo te zijn zoals het is. Maar in ieder geval gaan we door. Het gaat nu al een heel stuk beter met me, gelukkig. Het gaat al een heel stuk beter. We gaan weer door, jongens. We gaan weer door. Ik kan in ieder geval zeggen dat wij binnenkort weer twee kermissen gaan doen. En dat is aankomend weekend. Dus volgende week kunnen jullie weer twee kermisvlogs zien op mijn kanaal. We gaan binnenkort ook zo snel mogelijk naar de Efteling toe. Dus die kunnen jullie binnenkort ook weer verwachten. Een nieuwe Efteling vlog komt er weer aan. Er komen twee kermisvlogs aan. En over een paar maanden komt er nog iets aan. En dat is, ja, zal ik het vertellen? Ja, ik zal het vertellen. Binnenkort zit ik in Eindhoven zit ik. Binnenkort ga ik naar Guus Meeuwers in concert. Daar heb ik ontzettend veel zin in. Ik ga erheen met mijn zus, mijn zwager en mijn moeder. En ik heb daar echt ontzettend veel zin in. Echt ontzettend leuk. Dus ik wil daar ook wel een beetje gaan vloggen. Ik denk niet dat ik met mijn camera ga vloggen daar. Ik denk dat ik met mijn telefoon gewoon dingen ga opnemen. En die ga ik dan later weer op mijn kanaal. Maak ik daar een vlog van. En dan zet ik hem op mijn YouTube kanaal. Dan hebben jullie weer een hele leuke vlog erbij. Van mijn dag in Eindhoven. Guus Meeuwers in concert. Ik heb er echt ontzettend veel zin in. Dus wel ontzettend leuk. Ik heb er echt heel erg plezier in. Ik kreeg gisteren het goede nieuws te horen. In ieder geval super. Ik zit er erg naar uit te kijken. In ieder geval ook heel veel livestreams weer. Peter is erbij gekomen. Peter, top. Leuk dat je meedoet aan de GTA livestreams. Peter is echt wel weer een toevoeging. Je hoort hem nu nog niet, maar hij gaat ooit nog een keer komen. Voor mij is hij nog niet echt in de livestreams te horen. Maar we zitten in ieder geval met Peter tegenwoordig op GTA 5. We hebben hem nog even op mute gezet, omdat hij af en toe nog wel eens eventjes wat dingen zegt. Wat nog wel een beetje, dan kan je beter niet op mijn YouTube kanaal, doen. Anders krijg ik daar problemen mee. Maar binnenkort gaan we hem een keertje ommuten. En dan gaat hij ook op het kanaal komen. In ieder geval leuk dat je er bent. Ik wil ook trouwens zeggen dat Jason er ook bij gekomen is. Jason is ook echt heel erg leuk. We hebben nu al twee hele leuke livestreams gedaan. Het was vijf dagen geleden. En natuurlijk gisteren. Of vier dagen geleden en gisteren bedoel ik, om de twee dagen. Dan hebben we meestal een GTA livestream met Rob. Wel ontzettend leuk. En Jason is daar ook bijgekomen en dus ook Peter is er nou bijgekomen. Hartstikke tof, we gaan weer hele leuke livestreams gaan we opnemen. Aanstaande vrijdagavond is er weer een GTA livestream. Dat is morgenavond. Dan is er weer een GTA livestream. Dan gaan we weer lekker knallen met GTA 5. Zaterdag dus naar de kermis. Dat zal dit keer wezen met Ger, Ricardo, Joost en ik. Kevin die kon weer niet. Dus dat duurt nog heel eventjes voordat hij weer een keer in een vlog komt. Binnenkort wil ik ook weer een keer naar de Efteling gaan. Dus dat gaan we ook binnenkort weer een keer doen.
Ja, ontzettend leuk. Super. Efteling is natuurlijk altijd heel erg leuk. En ik wil toch alweer wat dingen op gaan nemen. Want er zijn alweer wat dingen veranderd. En natuurlijk is er tegenwoordig om 4 uur of zo, is dat volgens mij het verjaardagsmoment in Efteling. En dat wil ik ook nog eventjes een keer bijwonen en een keer filmen hoe dat gaat. Ik vind dat wel ontzettend leuk om dat een keer te filmen. Dus ja, genoeg dingen weer op de planning. We gaan weer naar buiten toe. Het is deze week is het echt ontzettend mooi weer, hè, jongens. Het is echt lente is het. Gelukkig, eindelijk lente. En dan gaan we weer lekker, video's opnemen. Lekker buiten vlogs gaan we weer opnemen. Ik wil nog even dit jaar wil ik nog een keer naar Veluwe toe. Ik wil dit jaar ook nog een keer eigenlijk naar Loon op Zand. Daar zijn we toen vorig jaar voor het eerst geweest. Dat was toen die dag dat zo erg regende, was dat. Toen waren we bij de. Ik had toen 2 vlogs opgenomen of zo. En de tweede vlog, dat was toen met die. Dat je ook zo'n hele grote zandverstuiving. Het was jammer dat het regende die dag. Maar daar wil ik echt nog een keer naartoe gaan. Dus binnenkort ook weer eens een keertje een buitenvlog ergens naartoe. En natuurlijk het kermisseizoen wat weer gaat beginnen. We zijn natuurlijk al naar Rotterdam geweest. De kermis die gaan nou dadelijk weer langzaam beginnen. En over een paar maanden dan is het bijna elke week weer dat we weer op pad zijn voor naar een kermis te gaan. Dan zal elke zaterdag zullen we weer een kermis bezoeken. En natuurlijk gaat dan de camera mee. En dan gaan we weer een leuke vlog opnemen op mijn kanaal. Dat is allemaal. In ieder geval dus nu weer een hoop leuke dingen komen eraan. De weekvlog, ja, ik heb nog niet echt nieuws gehoord, jongens. Ik had in mijn vorige vlog, of in de vlog gezegd van, joh, laat even een berichtje achter in de comments wat jullie ervan vinden om dat ik dus elke week een weekvlog maak met een beetje de laatste nieuwtjes. En ik heb daar nog niet echt reacties op gehad. Dus laat even bericht achter in de comments wat jullie daarvan vinden. Een weekvlog. Een beetje de weekoverzicht. Wat er deze week gebeurd is. Hoeft niet van die kleine video's te maken. Dan kan ik dat gewoon in 1 vlog kan ik dat doen. Dus laat even een berichtje achter wat jullie daarvan vinden. In ieder geval, ik ga hem weer neerleggen. Ramon die komt dadelijk mijn haar doen. Dus als het goed is, de volgende vlog heb ik weer lekker kort haar. Oh, dan komt Bukito aangelopen. Bukito. Gaat weer precies daarvoor staan. Oh, daar is die. Hallo, Bukito. Oh, en de boven is Dribbel alweer. Dribbel en Bukito in beeld. Juist. Dus ik ga hem neerleggen aan deze kant. Ik bedank jullie allemaal voor het kijken. Ik zou zeggen, jongens, vonden jullie deze vlog leuk? Doe duimpje de lucht in. Abonneer op mijn kanaal. Druk op belletje. Dan worden jullie op de hoogte gehouden als er weer een nieuwe video of livestream is. En dan kan ik alleen maar zeggen, de groeten van deze kant. En tot de volgende vlog maar weer. Bye bye. Hoi.